Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. We zijn hier nu in het park. Ik moet even nadenken hoe dat hier nu weer heet. Sorry daarvoor, we zijn dus in het park. Dicht bij het Walburgskasteel. We gaan nu eens kijken of we hier even rustig wat foto's kunnen maken en zo. Een beetje kunnen genieten eigenlijk van het mooie weer. Ik neem de fiets al mee gewoon omdat het makkelijker is met die fietskar en zo. Dus daar neem ik dat even mee. Echt wel een heel mooie plaats om eens goed weer te kunnen wandelen. Hier heb je dan de eentjes. En hier gaan we eerst een fotootje maken. Zo. Dan gaan we even hier zetten. Ik heb geen goesting om al die plantjes te draaien. Dus dat gaan we niet doen. Dat doen we niet. Al die plantjes. Want het is hier veel te mooi om al die plantjes door te rijden. Zo. Uit de dingen en dan gaan we nu eens wat foto's maken. Kijk eens hoe mooi het er is. De mooie natuur. De mooie natuur. Het is echt prachtig. En de bomen staan ook in bloei. Het is echt heel mooi. Sleutel moeten we er nog in steken. Sleutel. Is hij nu zo lastig. Voor de rest gaat het al zo goed. Hij is braaf geweest wanneer hij braaf moest zijn, dus het voornaamste. Dat is het voornaamste, kom. Achteruit. Zo. En nu gaan we eens kijken naar een andere plaats. Het is gewoon leuk eigenlijk. Gaan we daar eens op de kikker? Dan gaan we eens op de kikker. Maar niet af. Dus op de kikker. Daar hebben we nog een speeltuigje voor jou, hè? Zo. Voilà.
Zo. Hier heb je zo'n kikkertje, dat kan er wel op, denk ik. Ik ga eens proberen. Ik vind... Ja, hij is een beetje moe, dus... Maar ik vond het wel grappig, we zijn weer erkend en zo. Het is niet normaal, echt. We zijn populair, jongens. Dat jullie niet weten, als ik ergens kom met hem, dan weet je sowieso dat we worden gezien. En ik vind dat zo grappig, eigenlijk, hè. Dat wij zo... Ja, wat impact van TikTok eigenlijk kan zijn eigenlijk. Ik heb maar 13k.4, maar toch zijn er mensen die me echt herkennen en zeggen je bent de bolstar. En dat voelt echt wel goed aan. En dat weet je ook wel van waarom dat je doet en waarom dat je goed bezig bent en zo. En ja, dat voelt eigenlijk ook wel goed aan eigenlijk om dat zo eens een keer te mee te maken eigenlijk. Dat je wordt herkend en dat vind ik wel leuk eigenlijk. En daardoor doe ik ook TikTok eigenlijk ook een stukje voor die mensen blij te maken. En dat is gewoon leuk als je ziet dat die mensen zo blij zijn van u te zien. Dat voelt goed aan en we zijn blij dat, ja, dat er ook zo kan weg eigenlijk van TikTok. En niet alleen maar een andere kant, want ja, je weet dat ik heel veel haat krijg. Ik kreeg daar ook niet echt heel wakker van. We moeten even sleuren. Maar... Het zonderlijk straalde mensen. Maar kijk, is wel mooi eigenlijk. Wacht, ik ga het je laten zien. Als ik fiets even wil staan, kunnen we het jou laten zien. Wat hier staat. Dit staat hier namelijk. Prachtig toch? Prachtig. Je moet dat zien, zo'n schone dingen. Ja, is nog altijd moe. Het is prachtig, die tulpen, dat is niet normaal. Het is echt heel prachtig. Wij worden hier altijd maar herkend, wij kunnen hier niet deftig wandelen. Nee, ik vind het leuk dat we herkend worden, hè. Verstaat dat niet verkeerd. Hè. Want veel mensen spreken soms mijn woorden omgekeerd, maar ik vind dat cool dat we worden herkend. Dat is echt leuk en dat is ook gezellig. Daar doe je het ook een beetje voor. Ja, ik vind dat leuk als je herkend wordt, dat is echt leuk en... En tof. Dus we zijn dat eigenlijk al een beetje gewoon. Ondertussen. En ik vind het ook helemaal niet erg om herkend te worden. En gaan keren. Ja. Dat is het lastigste aan een fiets. Zo, ja, je kunt niet alle kanten uit, hè. Met een fietskar. Dat is wel leuk, we gaan naar daar, dan moet ik niet naar die oversteek gaan. Dat is echt leuk, we worden hier zo, al dat is de derde keer dat ik herkend word. En dat is echt wel leuk, mensen zijn echt wel zo fier van, je bent van Katrie, dat is leuk en ja. Het kan alleen maar beter worden. Ay, het is leuk om herkend te worden, dat is echt niet normaal. Mondkapjes zijn hier verplicht, dan moet je eerst je mondkapje opzetten om hier te mogen passeren. Ik ga weer zo'n mondkapje opzetten. Hè. Dan gaan we dat maar doen. Hè. Mondkapje. Ik ga nog bloemetjes. Even zo. En dat is echt leuk zo. Echt, dat is gezellig. Om zo eens de aandacht te krijgen. Ja, ja. Ik ben echt een bekwende mens. Ja. Zo. Dat is echt wel cool. We lopen nog steeds in het park rond. Dus dat is wel tof. En het eten. Zo, we zijn klaar. En dan kunnen we naar huis gaan. We zijn op tijd voor de avondklok. Dus... Zo. Ik vond jullie dit een leuke video, dan zeker een duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer. Wie zit er achter deze deur? Jullie moeten eens raden.